De 35 AED's van de gemeente Nijmegen zijn allemaal van binnen naar buiten geplaatst. Een AED is een apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een circulatiestilstand. Het apparaat geeft een elektrische schok om het hart weer normaal te laten kloppen. Het buitenhangen van de AED's heeft als voordeel dat ze ook buiten de openingstijden van gebouwen kunnen worden gebruikt. Peter Saras van Stichting AED Dukenburg is hier blij mee. Het hoofddoel was om zoveel mogelijk AED's naar buiten te brengen. Dat wil zeggen dat ze 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar zijn. Wanneer zijn er de meeste mensen met een hartstilstand? Dat is in de vroege avonduren rond etenstijd, als mensen thuiskomen en tot rust komen. En dan zijn kantoren en zo vaak dicht, dan kom je er niet bij. Reanimeren is natuurlijk het belangrijkste, of eigenlijk nog belangrijker. Je moet meteen gaan drukken, zorgen dat die bloedcirculatie op gang komt. Als er een AED bij komt, is de overlevingskans aanzienlijk hoger. Maar die AED moet er wel ook bij tijd bij komen. Maar niet iedereen kan zomaar een AED pakken. Dan moet je je voor aanmelden bij Hartslag Nu. Dat is het landelijk oproepsysteem. Als je daarbij bent aangemeld, dan krijg je als er in jouw omgeving een alarm is, krijg je een sms'je of een app. Een deel van de mensen die opgeroepen worden gaat rechtstreeks naar het slachtoffer, krijgt daar het adres van. Een ander deel krijgt de locatie van een AED. Saras legt uit hoe zo'n apparaat werkt. Als mensen een oproep hebben gehad, dan staat er in die oproep de code van de kast. En zo kun je dan bij de AED en die kunnen ze dan meenemen naar het slachtoffer. Elke AED staat pas aan als die praat. Blijf kalm. Volg de gesproken aanwijzingen. Zorg dat het noodnummer 112 gebeld is. In de tas zit dan verder een mondmaskertje. Als iemand veel slijm of bloed heeft, kun je dat gebruiken. En er zit dus ook een washandje in. En een schaar en een scheermesje. Een washandje omdat de plakkers niet nat geplakt mogen worden, want dan hechten ze gewoon niet goed. Een schaar om eventueel kleding open te knippen. Een scheermesje als mensen veel haar hebben om het ergste weg te halen. Niet dat ze helemaal kaal geschoren moeten worden, maar gewoon om het ergste even weg te halen. Dat zit bij elke AED, zitten deze attributen. Als de AED niet is gebruikt, dan mag die weer in de kast teruggezet worden. En dan kan de klep gewoon gesloten worden. Is die gebruikt, dan vragen we de mensen het nummer op de kast te bellen. Dan gaan we afspreken hoe we die AED ophalen om de spullen te vervangen. Ja. Want zelfs als je bij het slachtoffer komt en je hebt alleen maar de plakkers losgescheurd, moet dat al vervangen worden.